We look forward to a future SDG agenda for Deventer, which will be even more ambitious. An agenda geared at involving and engaging an ever-increasing part of our community. My name is Nicoletta Mitut and I'm Program Manager for International Affairs at the Deventer Municipality. Deventer has an open and welcoming attitude to the world around it. Many initiatives in Deventer arise from the bottom up. And actually everything we do internationally is linked to the activities of Deventer-based organizations. It is at their request that Deventer has been committed since 2016 to the Global Goals for Sustainable Development. Met Nixteria hebben we een concept bedacht dat we na gebruiksduur van het gebouw kunnen opruimen, geen afval hebben en de grond opnieuw kunnen uitgeven voor een nieuwe bestemming. Wij zijn begonnen met dat circulaire concept te ontwerpen. Daar zijn we eigenlijk al in de vorige crisis mee begonnen. Uiteindelijk creëer je wat en dan merkt de gemeente, hey, er is initiatief bij ons in de gemeente, wat ook heel erg goed past bij de doelstellingen van de gemeente. Zij waren toen het A1 bedrijventerrein aan het ontwikkelen. Dat wilden ze ook graag duurzaam hebben, bijvoorbeeld gasloos. Daar paste ons initiatief goed bij en zo kom je steeds beter in gesprek met de gemeente en krijg je ook steun en hulp van zo'n gemeente in je ontwikkeling. Ik ben algemeen directeur van VDR Bouwgroep en Nixteria. Wij zijn specialist in industriële bedrijfshuisvesting en we maken nu de slag naar de circulaire economie, waarin we zorgen dat we echt een significante reductie in de afvalproductie van de bouw realiseren. We organized in May 2019 a big Captains of Industry dinner. A dinner for representatives of various companies active in different economic fields of Deventer. With them, we sat down and we decided to support the organization of 2 to 3 thematic meetings every year. Meetings that would be organized by companies that have a relation to one theme or several themes linked to the global goals. And that worked very well. Ever since, we've been involved in many initiatives in Deventer around the global goals. Due to our plan of approach, we also received a prize from the VNG, our Union of Dutch Municipalities. It was a prize for being most inspiring global goals municipality of the Netherlands. And therefore, we came up with the idea to introduce a local Global Goals Prize, the prize Deventer for Global Goals, to be awarded to a Deventer company. And the Deventer for Global Goals Prize was awarded to VDR Bouwgroep, which is a company praised for their circular construction techniques through their platform Nixteria. Wij hadden geluk dat we daar als winnaar uit de bus kwamen. Daar waren we natuurlijk hartstikke trots op. Ja, zeker als bedrijf, als het onze waar het personeel echt participeert in het ondernemerschap, is het mooi dat dat ook een soort beloning is naar het hele bedrijf. We willen wel impact maken in de wereld natuurlijk. Als je kijkt, circulair is een hartstikke mooie kreet, een heel mooi thema. Je ziet alleen dat het is nog steeds wat duurder als traditioneel bouwen. En heel veel bedrijven, ja, die kiezen dan uiteindelijk toch voor het geld. Terwijl dat ik vind dat we de wereld moeten laten zien dat het anders moet. Hè? Dat het ook anders kan. Het is geen rocket science meer. En als je het onder de aandacht wil brengen, ja, dan moet je er ook mee op de markt gaan staan. En dit was ook voor ons een mooi podium om het onder de aandacht te brengen.